Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Jo Feitons, 51 jaar, woonachtig te Borgloon, gehuwd met Karin Robijns, vierde papa van Dorien en Jarne, kersverse opa van Elise. Ik ben werkzaam in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Momenteel ben ik eerste schepen in de stad Borgloon. Ik word gedurende deze legislatuur ook burgemeester van deze mooie fruitstad. En ik sta op de vierde plaats voor de provincie Limburg. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik stap eigenlijk niet nu in de politieke strijd. Ik ben al een x aantal jaar geleden in de politieke strijd gestapt, namelijk in 2006. Ik ben ondertussen dus ook al schepen van ruimtelijke ordening geweest en ik ben voorzitter van het OCMW in Borgloon geweest en momenteel eerste schepen van de stad Borgloon. En gedurende deze legislatuur zal ik ook nog burgemeester worden. Maar waarom ik eigenlijk daarin gekomen ben, is het feit dat mijn vader eigenlijk ook al gedurende 26 jaren in de politiek zat en plots overleden is in 2002 op 56-jarige leeftijd. En dat er bij gevolg natuurlijk de vraag kwam vanuit de toenmalige top van de VLD of ik niet mijn vader wou opvolgen in de gemeentepolitiek. En ik was uiteraard als oudste zoon was ik heel fier dat ik gevraagd werd en heb dat dan ook gedaan met de nodige ernst en enthousiasme zoals men mij kent. Welke quote heeft u gekozen? Mijn quote is teamwork is dreamwork. En waarom? Ik ben een echte ploegspeler. Ik ben ook voorzitter van een voetbalploeg met ruim 250 leden. En ik weet dat er alleen kunt u niks en alleen in groep kunt u iets bereiken. Dus voor mij is teamwork zeer belangrijk. Ik was voorzitter van het OCMW. Ik moet eerlijk zijn dat toen ik daaraan kwam, dat wij niet goed wisten wat dat er daar was. Ik had daar 100 personeelsleden. Op het einde van mijn legislatuur denk ik dat iedereen met veel plezier kwam werken, omdat ik ook iedereen betrek in het hele verhaal. Als ik wil iets veranderen in een organisatie, dan zal ik beginnen vanaf de basis en niet vanaf de top. En ga ik altijd luisteren naar de mensen op de werkvloer en dan gaan we samen proberen het te verbeteren. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb meer dan één voorbeeld. Zoals ik dus juist aangehaald heb, is uiteraard mijn vader Zaliger. Mijn grote voorbeeld. Daarnaast heb ik onze huidige burgemeester, Erik A. Wouters. Ik bewonder Erik vooral voor zijn dossierkennis en zijn aanwezigheidspolitiek. En dan mijn derde groot voorbeeld is natuurlijk in Limburg, Patrick de Waal. Ik bewonder Patrick enorm voor het gesproken woord. Ik werk dus in de Kamer en daardoor zie ik regelmatig, indien Patrick nog de tribune bestijgt, dat er nog geluisterd wordt. Want ik vind het zeer belangrijk in politiek dat men ook luistert naar elkaar en dat men probeert dan nadien te repliceren. Als Patrick de Waal de tribune bestijgt, dan wordt er geluisterd met respect en ik vind dat echt schitterend. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses zullen zijn landbouw, veeteelt en fruitteelt. Want er zijn drie sectoren die op dit ogenblik in heel erg in moeilijkheden zitten, waar heel veel zal moeten voor gedaan worden. Iedereen heeft de mond vol van we moeten Rusland terug in gaan palmen. Ik weet dat dat niet zal gaan vanuit Vlaanderen enkel en alleen. We zullen daar ook de federalen mee moeten krijgen. We zullen Europa moeten meekrijgen. Maar ik denk dat we inderdaad de uitvoer naar de landen zoals Rusland terug moeten kunnen bestendigen. Twee, gaan we moeten kijken met misschien een stop te doen van aanplant van bepaalde soorten. We gaan een overproductie creëren waardoor dat wij de prijzen voor de landbouwers en de tuinbouwers en de veeteelt, waardoor dat die enorm laag liggen, eigenlijk veel te laag om nog rendabel te zijn voor hun. Dus ten tweede het sportgebeuren. Hè. En drie, uit mijn vorige leven als OCMW-voorzitter weet ik dat er heel zeker nog heel veel werk zal zijn in de sociale sector, voornamelijk in het welzijn. Als we kijken naar de arbeidsvoorwaarden van onze zorg en verpleegkundigen en naar betaalbare ouderenzorg, denk ik dat dit de drie speerpunten voor mij zouden zijn indien ik verkozen word. Wat kan er anders en beter in de politiek?
Anders en beter. Ik denk dat we heel zeker zullen moeten luisteren naar de burger. Dus ik heb het juist ook aangehaald in een vorige. We moeten de burger meer proberen te betrekken bij de politiek. Want op dit ogenblik is de aversie voor politiek vanuit de basis eigenlijk zo groot. Er wordt ook heel veel gepraat over graaiers en poenschepperij. En ik denk dat indien de mensen effectief eens gaan mee kunnen gaan met politiekers die zich wel engageren voor 100% voor hun job, dat ze toch zouden hun verbaasd zijn over wat dat er allemaal gebeurt gedurende een week. Want ik zeg, het is verschrikkelijk. Dus dat zou een van mijn speerpunten zijn, dat er in ieder geval moeten proberen de basis meer terug met de politiek te betrekken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Het voorwerp dat ik meegebracht heb is uiteraard gekoppeld aan een van mijn ideeën. Dus dat zijn appelen en peren vanuit Limburg. Hè. Dat is een van de producten die dus zeker de steun zullen gaan verdienen in de toekomst van Vlaanderen, van België, van Europa. Waarom heb ik appel en peren genomen? Appel en peren is eigenlijk het basisproduct waarin dat heel veel streekproducten bij ons in Limburg gemaakt worden. Denken wij maar aan de siroop, denken wij aan het appelsap, denken wij aan peren en appelwijn, denken wij aan peren en appeltaart. En ik kan zo nog een tijdje verder gaan. Dus ik vind deze twee producten eigenlijk de basisproducten van hetgeen dat wij zouden moeten gaan bewaren in Limburg. Dus daarom appelen en peren.